ben wethouder jeugd en onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor sport, sportaccommodaties. Zorgen dat de paspoorten goed op orde zijn, dus burgerzaken en de digitalisering van de overheid. Met name ben ik druk met de portefeuille jeugd en onderwijs. De gemeente Leeuwarden staat voor grote uitdagingen om het sociaal domein financieel gezond te maken. Maar vooral te zorgen dat elk kind gezond en veilig kan opgroeien in de gemeente Leeuwarden. De gemiddelde werkdag, ja, dat verschilt natuurlijk enorm. We zijn veel aan het vergaderen, we overleggen heel veel. Met mensen uit de dienst van de gemeente Leeuwarden, maar vooral ook met organisaties en professionals. Tegelijkertijd gaan we veel op bezoek, dus bij bijvoorbeeld een integraal kindcentrum. Hallo. Hallo! Goedemorgen. Goedemorgen, welkom. Dit is de onderbouw. Hierin is eigenlijk alles van 0 tot 6 jaar geconcentreerd. De kinderopvang. De kleutergroep. Kinderen bezig met een steen. En dat is niet zomaar een steen, maar dat is een speksteen. Dus ze zijn hier aan het beeld houden. Oh. En wat gaan jullie maken? Ik ga veel succes. Wat gaan jullie maken? Jongens? Het goed is, moet hij er zo uitzien. Oh ja. Wauw. Er moet ook een gat in het midden komen. Waarom moet er een gat in het midden? Nou, Bella. Dan komen de goede dromen. Oh ja, oké. Okay. En de slechte dromen, de enge dromen, die? Gaan weg. Ja, die blijven in het web hangen, hè? Die willen we niet, hè? Nee. Mooi. Hoe ervaren jullie de samenwerking met gemeentes? Ja, de samenwerking met de gemeente Leeuwarden vinden we heel plezierig. We krijgen elk jaar kunnen we aanspraak maken op subsidiegelden vanuit de gemeente. Je moet daarvoor een bepaald profiel hebben. Ons profiel is kunst en cultuur. Dat is vandaag wel te zien. Dat is vandaag te zien, het bruist. En de samenwerking met de gemeente vind ik daarin heel plezierig. We moeten een presentatie geven over wat we willen bereiken met de subsidiegelden. En dan mogen we die naar eigen inzicht ook gaan invullen. Ja. Nou, ik ben blij om te zien dat er zoveel activiteit is op zo'n dag. Dankjewel. Graag gedaan. Ja. Ik ben heel blij dat deze maand beginnen de jeugdondersteuners op kindcentra, op IKC's. Dat betekent dat we eigenlijk heel dicht bij de school gaan kijken. Wat is er nodig? Hoe kunnen we ondersteunen? De uitdagingen die scholen tegenkomen, ja, die zijn eigenlijk heel veel anders dan wat wij als gemeente willen voor de kinderen. We willen dat kinderen naar school gaan, we willen dat ze zich fijn voelen, we willen dat ze zich ontwikkelen. En uiteindelijk dat alle jongeren hier een baan kunnen krijgen. Die gesprekken gaan veel over wat kan de gemeente doen. En wat doen scholen zelf? En soms gaat het ook wel over een speeltuin of over een mooi moestuinproject. Dus we hebben ook heel veel mooie zaken met elkaar te delen. De grootste uitdaging vind ik, soms heb ik het gevoel dat we iets op papier hebben bedacht, maar dat het dan in de praktijk anders werkt. Dus dan is het echt zaak, hoe hebben we het ooit bedacht? Waarom werkt het niet? En eens te kijken, ja, misschien zijn er vanuit de van de werkvloer wel andere ontwikkelingen mogelijk. Dus dan ga je eigenlijk niet van bovenaf verzinnen hoe iets eruit moet zien, maar echt met mensen nadenken over hoe kunnen we nou de zorg beter laten werken, bijvoorbeeld. We hebben een aantal investeringen die wij als gemeente doen, die niet per se wettelijk moeten, maar die we heel graag doen omdat het voor het kinderen beter is. Bijvoorbeeld profielen voor kansen voor kinderen, dat is een subsidie voor scholen waarmee ze extra kansen voor kinderen kunnen geven. Ik ben er heel trots op dat we nog steeds die investeringen doen. In een tijd waarin de gemeentefinanciën heel erg onder druk staan. Dus tegelijkertijd gaan we kijken naar hoe kunnen we het sociaal domein op orde brengen. En aan de andere kant blijven we investeren in die zaken die goed gaan. Daar ben ik buitengewoon trots op. Ja.